Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen. Voor wooncomfort moet u zijn op de Markt 29 in Boksel. Joosten Glas en Schilderwerken. Joosten kunt u vinden aan de Van Merheimstraat in Boksel. Kalman Media Producties en Koppen Bouwgroep Liemde. Ja, wij zijn al hier in een opperbeste stemming in het carnavalscafé van Dommeland Live. De prinsen van Boksel en Liemde zijn er. Brigitte, de presentator, is er vanavond. Geert Hoes is er ook, alleen die zijn we even kwijt. We hebben diverse mensen van de carnavalsvereniging uit Boksel. We gaan het hebben over jeugdcarnaval. Er komen live optredens van Alberto, Roy, Rico en de Dorinis. Het is vandaag dinsdag 10 februari. Welkom bij Dommeland Live. Dames en heren, live in het carnavalscafé hier bij Omroep Dommeland. Roy, Rico en het nummer Bier. Als ik weer een feestje vieren, drink ik graag een glaasje bier. Bruin of blond of een rosé, dubbel, trippel, hoppatee. Witte bier, Dortmunder, trappiste bier, een Münchener, Mexicaans of Arabier. Doet u men er nog maar vier. Eén glas of één fles, hoepa, hop, hop, weg die stress. Pak een pul of een bokaal, boeien en proost allemaal! Ga nu pas lekker los, ben nog lang niet totaal los. Happy hour, breek nu aan, nuchter zijn is van de baan. Man oh man, ik voel me top, ik denk dat ik maar nooit meer stop. Ik ga inmiddels erg fijn, helemaal van cijferstijn. In je vlas of in een glas, hoep op, hop, weg die stress. Happy hour, ben je kaal, boeien, proost allemaal! En van je hop, 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 hop. En van je hop, 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 en van je hoeba, hoeba, hop. Ik ben echt een toffe vent, rondje voor de hele tent. Horizontaal, verticaal, kou voor jullie allemaal. Waar? Ja, niet hier. Ja, weet ik veel. Je noemt jezelf de master smartlappenzanger van Nederland. We kennen jou van Tranen met Tuiten, van de auditie Bloed, Zweet en Tranen. Roy, Rico, wat is het nou met al die tranen? Ik dacht dat, nou, je bent toch echt een gezelligerd? Ja.
Vertel eens. Goed antwoord, hè? Ja. Lekker kort ook, is me geleerd. Om korte antwoorden ben ik heel goed en dat ik niet zo uitgebreid ga ouwe hoeren. Je bent gewoon... wacht even. Dus, mag niet natuurlijk reclame voor het wat is er met die tranen? Nou, helemaal niks. Tranen van geluk, zou ik zeggen. Mm-hmm. Als ik jou zo zie. Oh, nou, dankjewel. Ja. Oh, je bent eigenlijk best een mooie vrouw, wist je dat? Hartstikke mooi, dankjewel. Dankjewel. Mijn avond is weer goed, hè? Hey. Kan zijn dat de avond nog lang wordt. Dit gaat allemaal van jouw tijd af, hè? Van mijn tijd? Ja, vertel me van jouw tijd af. Hoeveel hebben we nog? We hebben nog vertel, Carnaval Bokstel, waar kunnen de fans jou zien? Overal. Overal, wat ga je doen? Waar de meisjes... Nee, waar bier is. Nee, we gaan maandag, staan we met Tranen met Uiten, staan we in de Tampedu. Dus elke maandag eigenlijk, is al 100 jaar, doen we dit jaar ook weer. En dinsdag, dan sta ik voor de verandering een keer in de kerk. Zo. Café de Kerk, kent u het? Café de Kerk? Ja. Kennen we allemaal. Oh, spontaan antwoord. Even nog een serieuze vraag. Oh. Ik weet dat het lastig is op zo'n carnavalsavond. Het nummer bier lijkt mij ook bij uitstek een nummer wat je ook na de carnaval kunt draaien, toch? Zo. Wat was de bedoeling van het nummer? Gezelligheid. Dat staat voorop natuurlijk. Maar het mag inderdaad ook de week na carnaval, of 2 weken, of 3, of een jaar daarna, of 10. Als ik het maar kan blijven zingen, zou ik leuk vinden. Ja. Je hebt vanavond nog een afspraak, heb ik begrepen. Ja. Dus je blijft niet het hele uur Ik ga vreemd, hier. Sorry. Ik moet nog naar een ander clubje. Nou, maar je hebt het maar ze zijn niet zo leuk als jullie, hoor. Treedt veel op, maar zo'n goed publiek als jullie heb ik nog nooit gehad eigenlijk. Hartstikke leuk. Ik wens jou een hele fijne carnaval en dankjewel dat je hier was. Blijf nog even hangen. Ja, zeker, want er is nog bier, dacht ik. Mensen, Rooie Rico, dankjewel. Dankjewel. Ja, we gaan naar Brigitte. Ja, en ik sta hier aan de tafel bij de prinsen. Prins Donald, prins Witte de Eerste, beide adjudanten... En hartelijk welkom, hè. Prins Donald, zijn tweede termijn. Prins Witte, de eerste. Eerste termijn. Het is maar één termijn, Eliemde. Eliemde is altijd maar één termijn en dan komt er weer een nieuwe prins. Ja. Maar waar verheug jij je nu het meeste op? Gewoon feest maken met z'n allen. Dat is het allerbelangrijkste. Gewoon leuk hebben, gaan, lekker biertje drinken, gezelligheid met z'n allen. Prins Donald, is een tweede termijn anders dan een eerste? Ja, denk het wel. Ik heb er lang over getwijfeld, lang over gedacht of ik hetzelfde kon brengen als het andere jaar. Vooral motto technisch en leuke dingen bedenken, ludieke dingetjes. Maar ik denk dat het dit jaar beter gaat worden. Mag je zo'n tweede termijn ook een nieuwe adjudant kiezen? Dat mag, maar dat wil ik niet. Gelukkig ben ik adjudant ook niet. Hoe voelt dat, Mari? Ja, daar ben ik zeer vereerd mee. Ja, dat voelt best goed. En het tweede jaar gaat wel relaxter allemaal. Je weet wat er gaat komen en dingen en allemaal. Dus we zijn beter voorbereid, zou ik maar zeggen. Ja. Wat mij nou altijd intrigeert, hè? We hebben één gemeente Bokstel. We hebben Bokstel. Liemt valt onder de gemeente Bokstel. Waarom hebben wij twee prinsen? Ja, gemeente Bokstel wou Liemt wel, maar Liemt wilde eigenlijk Bokstel niet. Dus de eigen identiteit blijft ontzettend belangrijk. Er wordt carnaval ook met heel veel lokaal met eigen mensen gevierd. En dat is gewoon belangrijk en die blijven er gewoon inhouden. Want je ziet zoveel activiteiten waar het ontzettend druk is. Zittingsavond, seniorenmiddag, jeugdzittingsavond en met jeugdraad 27. Het leeft gewoon echt heel specifiek in het dorp. En daar zijn we wel trots op. Ga jij daar eenzelfde antwoord op geven of wordt dat een ander antwoord voor Bokstel? Ik zou niet weten wat voor antwoord ik erop moest geven, want ik zie Liemde niet als een onderdeel van Bokstel, zeker met carnaval niet. Er liggen een grote snelweg tussen en die moet maar blijven liggen, denk ik. We kunnen Bokstel anders, hoor. Ik had allemaal plezier geworden. Ja, maar dat snap ik. Het wordt supergezellig, dat sowieso. Vooral om inderdaad uw eigen identiteit. Kijk, wij zijn Bokstel in Indegaat en hij staat al lang ploegersland is. Wie ben ik dan om te zeggen, jullie horen bij Indegaat. Kom op, laat maar lekker doen. En dan hebben jullie allebei een flitsende slogan. Ik eens kijken of dat de adjudant van Liemt die weet. Alleen met z'n allen kunnen we Liemt laten knallen. Maar wat gaat dat voor jou inhouden? Net wie onze prins ook al zei, prins de Witte. Gezelligheid, bier, voor je leuk met z'n allen. Dat is wat carnaval om draait. Gezellig zijn. Met z'n allen heel leuk hebben. Mari, wat is die van Indegat? Indegat draait in zijn zin deur. Deur draaien, dat is een woord van heel oud woord eigenlijk al, want iedereen draait deur met die dagen. Dus en zo gaan we erin willen. Heel veel plezier hebben met z'n allen. Dat is het allerbelangrijkste wat er is.
de komende paar uur, totdat het carnaval losbarst. Hoe gaan jullie dat doorbrengen? Ik denk feestend. Met veel bier? Nou, met redelijk wat bier. En misschien ook wel wat andere versnaperingen. En ook af en toe eten en zo. Maar nee, ik denk, wij zijn al vanaf 2 weken geleden zo'n beetje elke dag weg. En dat wordt deze week niet anders. En dan plakken we het maar dicht tot en met volgende week donderdag. En dan zien we wat Schipstrand. Ik heb er wel zin in. En hoe is het met Prins Witte de Eerste? Ja, dat geldt hetzelfde. We zijn al wekenlang bezig. Erg drukke dagen gehad met diverse evenementen. Ontzettend leuk gehad. Heel veel waardering. Iedereen heel veel plezier. En we gaan hetzelfde door. We hebben een paar kleine dingetjes voor te bereiden. En dan het echte carnaval breekt vrijdagmorgen los met de optocht van de school in Nimt. Ja, daar hebben we erg veel zin in. 64 loopgroepen alleen al van de school. Ja, met de allerkleinste te voet, de grote lopen met loopkarren. Ja, echt ook al bij het begin je al gelijk met een fantastische optocht voor de jeugd. Donald, wat ga jij nu in jouw tweede termijn doen wat jou in je eerste termijn niet lukte? Ik heb dit jaar een gedichtenwedstrijd voor de bovenbouw van de lagere school uitgeschreven. Daar heb ik 254 reacties op gehad, 254 gedichten. Die gedichten die worden ook goed gejureerd. De top 11 komt aan de Hall of Fame te hangen in Denzis. De winnaar komt in het Bokskrantje. Wordt met sleuteloverdracht voorgelezen. Ik ben een stuk verder met mijn standbeeld voor Indigat gekomen. In die 55 jaar, als ze 55 jaar bestaan. En ik heb nog wat hele leuke ludieke dingen op het programma staan die ik nu nog niet ga vertellen. Maar die we vorig jaar wel bedacht hadden, maar nu ten uitvoer komen. Dus ik heb er heel veel zin in. Hoe moeilijk is het de optocht te jureren? Nou, ik denk dat het op zich niet zo moeilijk is om de optocht te jureren. Nee, dat zijn gewoon taken die erbij horen. En zo komen zoveel ontzettend mooie wagens. Het moeilijkste is alleen ja, de top op zijn plek. Maar dat gaat ook wel goed komen. En daar hebben we ook nog een zeer deskundige jury voor. Ja. Heb je als prins wel een doorslaggevende stem? Dat is iets wat ik eerlijk gezegd nog niet weet. Nee, dat is het nadeel als je dus het eerste jaar prins bent. We gaan gewoon even naar jouw buurman. Je hebt geen doorslaggevende stem. Het is gewoon, het juryrapport is bindend en we hebben er eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Tenminste in Bokstel. Ik krijg aan het eind van de optocht een juryrapport dat samengesteld is door 11 juryleden en een voorzitter. En die hebben het allemaal netjes bekeken. Alle punten waar ze op kunnen jureren hebben ze bekeken. En die hebben de punten verzameld. En ik krijg een briefje aan het eind van de rit. En ik moet dat dan zo leuk mogelijk proberen te verkopen natuurlijk. Ik heb net door onze raadsheer gesproken. Okay, ja, dus iedere buurtvereniging heeft zijn eigen jurylid. En daar wordt dan de uitslag mee bepaald. Dus wij zijn alleen voor het protocol, voor het uitreiken van die ding. En die jury bepaalt de uitslag. Toon, klap eens even uit de school over jouw prins. Hoezo klappen ze uit de school? Het is gewoon een gezellige vent. Voor de rest is er weinig uit de school te klappen. Nee, het gaat gewoon gezellig. Het is gewoon heel leuk met z'n allen. En ja, zoals het motto is, alleen met z'n allen kunnen we Liempt laten knallen. Daar zijn we samen heel druk mee bezig. We doen alles samen, hadden we afgesproken en dan gaat het zo koren. Dus echt, heel gezellige vent zeker, al meer hoeken niet uit de school. Ja, Marie, jij hebt wat langer na kunnen denken, maar ik ga hem ook aan jou stellen. Want weet je, jij bent natuurlijk niet alleen nu de adjudant van de prins, maar volgens mij hebben jullie ook een werkrelatie met elkaar. Ja, ik ben in dienst bij de prins, dus ik ben ook werknemer van hem. Dus ik moet wel een beetje op mijn woorden letten, want ik moet er morgen nog mee werken. Dus, ik kan niet zoveel uit de school klappen. Maar goed, nee. We kennen elkaar al vanaf de kleuterschool en we weten wat we aan elkaar hebben. En dat is het allerbelangrijkste met die dagen. Dus, Hoe denk jij over een derde termijn, Donald? Want dat kan ook, hè? Dat kan bij ons, ja. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar dat vertel ik dan volgend jaar wel. Oh. Mannen. Volgens mij wordt het heel erg gezellig. Laatste vraag voor jullie alle vier. Waar verheugen jullie nu het allermeeste op? Heel snel. Poeh, ja, daar kun je niet één ding. Je kunt niet één ding. Gewoon hopen dat het fantastisch weer is. En dat we met z'n allen ontzettend veel leuten hebben zonder aandienst per persoon. En dat het perfect mag verlopen. Ik kan alleen maar instemmen. We doen het met z'n allen. Dus één ding eruit pikken is nooit niet mogelijk. Met z'n allen heel de carnaval. Ik vind het mooiste van carnaval de optocht eigenlijk. Dat vind ik het mooiste. Om op de praalwagen te zijn en dan door het dorp met al die verenigingen erbij. En daarna op de markt dan de prijsuitreiking of de prijsbekendmaking. Dat is een van de hoogtepunten wel.
Ja, ik verheug me ook echt op het einde van de optocht. Grote innentrek. Vorig jaar ben ik voortrekker geweest om er een feestje van te maken. Een buitenfeestje, zoals het in een bos ook kan. En dat was redelijk goed gelukt. En ik hoop dat als het dit jaar goed weer is, dat we dit jaar gewoon echt er nog een groter feest van gaan maken. En dan is met een carnaval sowieso goed. Ja, die is altijd al goed. Maar dan hebben we toch alweer een pluspuntje. En ja, maar maandag zijn er ook dingen. Dinsdag patassi. Ja, het is eigenlijk een aaneensluiting van hoogtepunten. En ik denk dat het wel goed gaat komen. Dat lijken maar hele mooie woorden om mee af te sluiten. Ontzettend fijne carnaval. Hartstikke leuk dat jullie er hier waren. Ik zou zeggen, neem nog een biertje. En we gaan over naar Jolijn. Ja, ja, en daar ben ik al. Ik zoek even de camera. Ja, toiletjuffrouwen tijdens carnaval is zo belangrijk. U zult denken, waar heeft ze het over? Ja, we moeten allemaal poepen en plassen met de carnaval en daar gebeuren dingen. Nou hebben wij hier in de studio, natuurlijk toiletten. We hebben niet één, maar twee toiletjuffrouwen in ons carnavalscafé. Ik neem jullie even mee. Ga je meekijken? Heel leuk. Ze hebben me helemaal opgepimpt. Ja, daar ben ik dan, bij de toiletjuffrouwen die zo belangrijk zijn tijdens de carnaval. Dag, schone dame, wie bent u? Ja, je moet niet zo met die... Ik heb mijn bril nog op. Oh, geef niet. Denken ze nog dat ik 50 ben? Oh nee, hoor, je ziet er veel jonger uit. Zullen we eerst maar eens even, hoe heet u? Jeanette. En collega daar? Yes, Ian. Ian. Ja. Hartstikke leuk. Wat hebben jullie het hier mooi versierd, dames? Oh, dankjewel. Ja, het is eigenlijk zo... Eigenlijk, je zult misschien wel denken, waar komen wij toch vandaan? Ja, waar komen jullie vandaan? Ja, dat zult u wel denken. Nou, wij komen eigenlijk van een heel groot warenhuis. Oh jee. Ja. Geen namen noemen, burgemeester? Nee, wij kwamen van een heel groot warenhuis. Daar hadden wij een ontzettend fijn werk hadden we daar. Maar wij moesten daar 6% inleveren. Oh jee. 6%? Nou, dat kregen wij niet uitgerekend met al die kwartjes en die dubbeltjes. Toen zijn we weggegaan. En nu? Ja, nou ja. Iedereen moet, hè? Iedereen moet, ja. Ja, iedereen moet. Even daarover gesproken. Als toiletjuffrouwen wordt gezegd, jullie maken van alles mee op het toilet. Daar gebeurt heel veel. We zijn hier bij onze studio. Hebben jullie al iets opmerkelijks meegemaakt? Zal ik naar wie? Naar Ian of naar jou? Nou, ja, nou, ik ga naar Ian. Jij weet het. Ja, hallo. Ian in de gat. En ja, dit is wel heel spannend hier zo op het gangetje bij het toiletje. Wat heb je voor bijzonderheden al meegemaakt? Er zit een bekende Nederlander op de wc. Een echte bekende Nederlander. Die zit gewoon bij ons hier. Maar zit hij daar nu nog steeds dan? Hij maakt me een beetje druk. Hij zit er wel al erg lang. Oh jee. Dan heb ik natuurlijk wel een vermoeden wie dat is. Ja, hoe kan ik zo zeggen wie het is? Het is Geer. Ja. Geer. Hein Vergeer. Nou ja zeg. Nee, die is het niet. Nee, maar... ik weet al. Meneer! Hondo, jij mijn tijdbaas. Brigitte, was nou Jolijn? Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Vandaag komen Dorini, Rico, Alberto natuurlijk, onder wie mijn tijdbaas zijn... Ja, ik ben er klaar voor. Ja, daar is hij. Hey Geert! Ja, het is gelukt hoor. Hey, maar wat? Ja, maar Jezus, het was dus echt waar. Ze hebben jou echt gezien. Ik zat gewoon op de wc. Ja, ik durfde niet. Ik vond het zo spannend. Man, je hoeft toch helemaal niet zenuwachtig te zijn? Ontzettend leuk, Brigitte, dat ik hier mag zijn. Super. Ja, toch? Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Ja, maar hey, hallo, je moet me niet mijn vragen gewoon even voor mijn voeten gaan weghalen. Hé, hey, maar ik vind het onwijs gaaf dat jij mij strakjes gaat vervangen hier bij Dommeland Live. Ja. Heb jij er zin in? Ik heb er onwijs veel zin in. Ja, kijk, Omroep Dommeland, ik ben er al een aantal keer geweest. Ik vind het ontzettend leuk om dingen voor de gemeenschap hier voor Boksel en omgeving te doen. Dus ja, ik ga één keer per maand Dommeland Live presenteren. En wie weet nog wel meer. Ik ben ook benieuwd wat jij gaat doen eigenlijk. Ja, wij gaan weg. Ja, wij hebben hele andere plannen. Wij gaan in juni dit jaar de trossen losgooien met onze zeilboot. En wij gaan kijken of dat wij een rondje om de wereld kunnen gaan varen. Dat meen je? Ja, dat meen ik. Ja. Oh, wel heel bijzonder. Hey, maar dat komt later nog wel een keertje aan de orde. Wij gaan nu verder. Ja. Geniet zenuwachtig zijn. Gaat helemaal goed komen, want jij gaat nu gewoon de volgende aankondiging doen. Nee, en ten eerste echt super leuk dat ik hier mag zijn. En dankjewel. Ja,
Ja, we gaan gewoon, het is één groot feest hier, naar een nummer toe. Het was eerst bekend in de Kwekpool. Het was gewoon bedoeld als feestnummer. Uiteindelijk kreeg het landelijke bekendheid. Ik wil hier in de studio dat er gestuiterd wordt en jullie thuis ook. Hier is het nummer Stuiterbal. Feestje bouwen! Doe maar mee! Hak me aan! Neem me aan! Pak hem aan! Laat maar gaan, het is op gevoel, niet op verstand. Ga omlaag! Blijf niet staan! Naar de grond! Raak hem aan! Doe maar even en dan stuiteren we rond. Kijk me aan! Laat toe gaan! Naar beneden! Stuiter mee! Stuiterbal! Stuiteren lekker voor. Doe maar mee. Hak me aan. Neem me aan. Pak hem aan. Laat maar gaan, het is op gevoel, niet op verstand. Ga omlaag. Blijf niet staan. Naar de grond. Raak hem aan. Doe maar even en dan stuiteren we rond. Kijk me aan. Zoals een stuiterbal. Stuiter, stuiterbal. Stuiter, stuiterbal. Ik moet u iets vertellen, kan je eigenlijk willen bellen. Ik zoek zo'n rubber dingetje, een grote als het kan. Wat ik wil op en neer, is even flink een keer. Hoe heet dat nou, ik weet het al. Het is een stuiterbal. Stuiterbal. Hey! Hey, ja, doe maar mee. Spring en stuiter met ons mee. Ja, doe maar mee. Stuiter, stuiterbal. Hey! Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Stuiter, stuiterbal. Hey! Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la, la. Stuiter, stuiterbal. Ja, ha, ha. Nick, wat een mooi nummer. Nick Verbund, een van de bedenkers van dit prachtige nummer, toch? Inderdaad, ja. Ja. We zaten te denken over, zullen we een keer een nummertje maken? En we hebben het gewoon gedaan. Hoe zijn jullie hierbij gekomen, überhaupt? Op het stuiterbal? Nou, we zaten te denken, het moest eigenlijk iets met carnaval te maken hebben. En ja, stuiteren was wel iets wat we eigenlijk allemaal wel graag doen als carnaval. Ja, precies. Dus we zagen het al wel voor ons dat iedereen aan het stuiteren was. Dus daarom hebben we eigenlijk Stuiterbal bedacht. En ja, dat het er zo uit is gekomen met de videoclip en zo. Ja, dat is wel... Waar hebben jullie die clip opgenomen? We hebben die clip... Ja, dat is heel stom. Ik kom erbij staan. Ja, nog iemand van de Knokkers? Daan was er ook bij, inderdaad. Ja, zeker. We hebben die clip opgenomen op zondagochtend in een verlaten industrieterrein. Ergens in een lege fabriekshal eigenlijk. Dat is heel grappig. Ja. In Bokstel? In Bokstel, inderdaad, ja. Ik zie in de titel staan, hè, van Stuiterbal, DJ... Face DJ Josti. Ja. En Kek en de Kantus Band. Waar staat Kek nou eigenlijk voor? Kek staat voor de Kwekpool Entertainment Crew. Of eigenlijk, liever gezegd, de Knokkers Entertainment Crew. Want we zijn bovenal natuurlijk Knokkers. En ja, wat we doen is eigenlijk, we zorgen altijd voor de entertainment in de Kwekpool. Dus spelletjes en DJ-presentatie. Ja, we doen eigenlijk van alles. Ja. De Kwekpool is natuurlijk al enorm lang bekend. Ik ging er vroeger ook als kleine jongen altijd naartoe met de meisjes dansen. Wat gaan jullie doen dit jaar allemaal?
Nou, wat heel speciaal is, is eigenlijk... Ja, zal ik dat vertellen? Kun jij dat vertellen? Zullen we het verklappen? Verklap het! De scholenbattle? Nou, hij wordt nog spectaculairder dan vorig jaar. We hebben natuurlijk allemaal weer nieuwe speltjes. Wat precies? Gaan we nog niet vertellen, maar het wordt wel echt... We hebben echt een hele mooie voorronde. En de finale, dat wordt spectaculairder dan dat het ooit is geweest. Correct. En voor de mensen die niet weten, tot hoe laat kunnen de kinderen gaan genieten bij de kwekpoel weer? Nou, 's middags zijn we van 2 tot 5 open. En 's avonds zijn we van 7:30 tot 10:30 open. En 's middags is het echt voor de kleine kinderen. En dan hebben we springkussens bijvoorbeeld. We hebben de grootste van Bokstel, want ja, we hebben de grootste hal. En ja, 's avonds gaan we toch een beetje de stoerdere kant in. En wat eigenlijk het allernieuwste is, is dat we een verrijdbare DJ-boot hebben. Dus we kunnen door de zaal heen rijden om zo verzoekjes aan te nemen. Wauw. Wat ik me nou afvraag, de eendverbranding? Ja. Nou ja, goed, we hebben de eendverbranding. De eend is natuurlijk onze grote mascotte van het jeugdcarnaval. En helaas moeten we die verbranden. Op dinsdag, hè? 5:00 volgens mij. Ja. Wat ik me nou afvraag zelf, hè? Jullie zijn echt als knokkers gespecialiseerd in het jeugdcarnaval. Waarom nooit volwassenencarnaval? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat zo'n alcoholvrij feestje, om het zo maar te zeggen, heel erg leuk is. En als je eigenlijk door de kwekpoel loopt, je zou het eigenlijk zelfs een keer moeten doen. 'Smiddags er doorheen lopen met misschien... Ik kom met de kinderen. Ja, daarom. Dan zie je hoeveel plezier al die kinderen hebben. En daar doen we het allemaal voor. En 's avonds is het eigenlijk heel anders. Dan is het eigenlijk één grote soapserie tussen al die kinderen van al die scholen. Ja, het is geweldig om te zien. Het wordt één grote frisdisco binnen de kwekpoel. Grote frisdisco, maar het belangrijkste is denk ik wel de slushpuppy. Ja, die was vroeger al lekker. Hey, dankjewel dat jullie zijn. En drink nog een biertje. Brigitte, waar ben jij? Brigitte? Geert, ja. Ging het goed, jongen? Ja, super. Oh, gelukkig. Daar ben ik trots op je. Ik sta hier bij Bas en Harold, carnavalsvereniging De Flerken. Jongens, jullie hebben als residentie het Hart van Bokstel. Wat is jullie link met het Hart van Bokstel? Ja, vanaf het moment dat wij op stap gaan, vroeger, vanaf 15, 16 jaar, komen we daar. En ja, op een gegeven moment dan komt het idee om daar een vereniging te beginnen. En dan, dan richt je een carnavalsvereniging op. En hoe zit dat met jou, Bas? Eigenlijk ook zo, altijd daar geweest. En ook een aantal leden van de Flerken die hebben daar gewerkt of werken er nog steeds. Nou, en je ziet daar gewoon het enthousiasme bij het personeel, bij de Flerken die nou bestaan. En dat blijft gewoon zo doorgaan. Dus eigenlijk gewoon puur vanuit ook een beetje vriendenclub, aangevuld met wat personeel, dat we zo die vereniging zijn gestart. Hey, er zijn het 2 carnavalsverenigingen. Jullie zitten samen met carnavalsvereniging Nooit Gedacht. Hoe doen jullie dan met de optocht? Ja, dan bouwen we lekker samen een wagen. Sinds 3 jaar. Eerste jaar hebben we bestaan nu 8 jaar. Dit wordt onze 8e carnaval. De eerste jaar hebben we altijd zelfstandig gebouwd en Nooit Gedacht ook. En op een gegeven moment toen merkten we dat ook bij hun de animo wat minder werd om te bouwen en bij ons de animo wat minder werd om te bouwen. En toen hebben we gezegd van oké, we zijn samen thuis in het hart. Is het niet een mogelijkheid om samen te gaan bouwen? En dit wordt nu de derde carnaval en het werkt perfect. We vullen elkaar aan en Wat wordt het thema, Bas? Het thema wordt Jas de Keistamper, die 65 is met Hanne Minemoor. Daar hebben we de wagen omheen gebouwd. En daar zul je ook goed terugzien in de optocht tijdens de wagen met de poppen. Dus echt het Keistamper, het verleden daarin. Dus daar gaat onze wagen over. Hey, en dan hebben jullie ook iets met de Polonaise door de HEMA. Hoe is dat gegroeid? Ja, dat is gegroeid. Een aantal jaren geleden is dat initiatief gekomen vanuit andere carnavalsverenigingen. En dat groeit langzaam. En op een gegeven moment, ik vind het nu een begrip. En het is erg gezellig met de worstje erbij. Lopen we elke dinsdag van carnaval gezellig de optocht door de Polonaise door de HEMA. Met muziek. Ja, ik vind dat toch wel heel bijzonder. Hey, maar hoe bereiden jullie in zijn totaliteit jezelf voor? Nou, wel, ik moet zeggen, als Flerken zijn we
zijn we er serieus mee bezig. We hebben een bestuur waar we regelmatig mee vergaderen. We gaan proberen om, ja, gewoon, ten eerste moet het gezellig en leuk zijn, maar we willen ook serieuze bijdrage leveren aan het carnaval in Boxtel. Dus we hebben gewoon met het bestuur, we zitten met 5 man in het bestuur, regelmatig bij elkaar zitten, goede planning maken, goed dingen afstemmen met andere leden, waardoor je uiteindelijk wel gewoon toeleeft langzaam naar de carnaval toe met leuke evenementen, met vergaderingen, algemene ledenvergadering doen we. En zo langzaam, stukje bij beetje, dan groei je er naartoe. Het bouwen van de wagen helpt daar erg in mee, moet ik zeggen. Dan krijg je helemaal die zin en dan begint het helemaal te kriebelen. En want wanneer zijn jullie gestart met de bouw van de wagen? Ja, begin december zijn we een beetje gestart. Dus, maar ja, dan begint het echt te kriebelen, want je ziet snel vorm krijgen. En ja, dan merk je gewoon bij de vlerk van ja, kom op. En ook bij Nooit Gedacht, maar dan, ja, even namens de vlerk, dan denk je, ja, we willen echt weer meedoen. En ook dit helpt weer mee, weet je wel. Dat we donderdag gaan we starten. En dan kunnen we er weer vol tegenaan. Hé, hey, en hoe herken je een vlerk? In het oranje, hè? Ja. Oranje is onze kleur. En we staan voorop in de Polonaise, om het zo maar te zeggen. En we maken gewoon een gezellige carnaval met z'n allen. En hoop plezier. Ik zou zeggen, geniet ervan. Heel veel succes bij de optocht. En we zien elkaar vast nog daar. Geert, volgens mij gaan we weer naar jou toe. Ja, ik sta bij carnavalsvereniging De Kittels. Met René CV Kittels, met René Leenders en Ludie Meister. Waar staat CV de Kittels eigenlijk voor? Nou, daar staat eigenlijk helemaal nergens voor. Kijk, kort en krachtig. Ja, wij hebben in 1990 toen begonnen, dachten wij van wat is nou het woord wat het beste achter CV past. En toen kwamen we niet verder als Kittels. CV en de Kittel, hè? De Kittel. De Kittels. En ja, in het Brabants Centrum hebben ze er altijd de Kittels van gemaakt. Maar ja, dat mag eigenlijk niet, hè. Dus sinds dit jaar weten ze het, Kittels. Hoe ziet jullie carnaval er nou precies uit? Dat is altijd verrassend. Maar de laatste tijd beginnen we met pleinfeest. En sinds we uniforme pakken hebben, dat heet onze bondingpakken, sluit zelfs René aan met pleinfeest. En daar beginnen we op ons gemak mee indrinken. Maar eigenlijk zit het al een tijdje ervoor, omdat we natuurlijk voorbereiding treffen voor de optocht. Hoe lang zijn jullie nu al bezig dan? 1990 zijn we. Nee, maar hoe lang nu al met de voorbereidingen? Oh, ook in 1990 eigenlijk al. Nee, volgens mij zijn wij een maand of 1 geleden begonnen. 4 weken dus. En nu hoorde ik dat dit jullie 22e optocht is. Ja, de 22e keer. En we zijn nog niet op ons hoogtepunt, dus we stoppen nog niet. Nee. Jullie bestaan 25 jaar, dit jaar. Hoeveel mensen heeft jullie vereniging? Ja, dat wil eigenlijk iedereen weten. Maar wij zijn sinds dit jaar met 4 man. 4 man. Wij waren ooit met 11. Maar toen kwam het SOC, zeg maar. En die hebben een aantal mensen van ons overgenomen. En ja, zijn wij nog met z'n 4 over. Dus als er nog mensen bij jullie vereniging zouden willen, dan kunnen ze zich aansluiten. Ja, dus zeg maar de opmaat naar het SOC is eigenlijk de Kittels. Zeg ik het zelf, hè? CV Kittels. En kunnen jullie een klein tipje van de sluier doen wat jullie met de optocht gaan doen? Dat kunnen we, want dan kun je in onze pakken zien dat wij in ieder geval het centrum van Boxtel een warm hart gaan toedraaien. Vandaar die hartjes. En ook wij hebben een loyaliteitssysteem bedacht. Dan ga je vragen, wat is een loyaliteitssysteem? Dan zou ik zeggen, kom kijken op carnavalszondag om 1 uur naar de optocht. Wat denken jullie nu dat het onderwerp gaat zijn deze optocht? Hè? Want hebben we het over het centrummanagement natuurlijk, gaan we wellicht zien. Misschien iets over de kranten. Verrassend. Ja, dat denken wij ook, dat het die kant op gaat. Ja. Blokker, V&D, Jas de Keistamper, noem ze maar op. Huur omlaag. Zwarte Piet. Zou je nog iets tegen de mensen thuis willen zeggen? Ja, kom vooral kijken tijdens de optocht, carnaval zondag, 1 uur. En als je bij de Kittels wil, dan kunnen ze zich melden, toch? Ja, we hebben een website, www.kittels.nl. Kunnen altijd. Helemaal goed. Brigitte staat ook ergens, als het goed is. Brigitte, waar ben je? Hier ben ik. Daar ben je. Bij mijn 2 grote vriendinnen. Oh, de Dorines. Ik sta hier bij Malou en bij Dorien. Bij iedereen waarschijnlijk veel beter bekend als de Dorinis. Hey dames, het is een hele drukke tijd voor jullie. Hè? De drukste tijd van het jaar. Ja, dat kun je wel stellen. Vanaf 11 november zijn we elk weekend zo ongeveer op stap. Ja, lekker druk. Hey, en hoe bereiden jullie je voor, Malou? Nou, net als afgelopen weekend hebben we eigenlijk 6 optredens gehad. Dat is eigenlijk al een klein soort carnaval. Dus dat is een goede voorbereiding voor de echte carnaval. Hey, wat is het max aan optredens wat je kunt hebben op een dag? Ik denk dat we nu in ieder geval aan ons max zitten. We hebben er 30 in 5 dagen. We beginnen op vrijdagochtend.
Maar volgens mij is 8 optredens wel de max. 8 of 9. Vorig jaar hadden we 9 op maandag. Ja, het zijn heel veel optredens en dan ben je ook echt wel moe. Dus des te meer kan ook echt niet. Daar hou je niet van. Maar kun je wel nee zeggen? Nee, ook dat niet. Dat valt niet mee voor ons, hè. Maar ja, je kan beter lekker volgepland zitten dan dat je in één keer 3 uur niks te doen hebt. Dus we gaan gewoon lekker door al die dagen. Ja. Ik begreep dat er een bus voorrijdt straks, hè? Jullie carnavals toursbus. Ja, zeker met chauffeur. En dan kunnen nog een paar dames erbij. Dus we kunnen met z'n 9 gaan we omtoer eigenlijk heel Brabant toch. Dus het wordt eigenlijk ook een gezellige carnaval voor jullie. Ja, gelukkig zijn onze vriendinnen erbij, want dat maakt het inderdaad extra gezellig. De chauffeur is de enige man in het busje en verder met 8 vriendinnen gaan we lekker rond. We hebben broodjes bij, lekker eten, drinken dus, en dwelradio op de achtergrond. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Hey, en dit jaar weer een carnavalsklapper. Bingo! En hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer ga jij bijvoorbeeld nu denken over een nieuwe carnavalshit voor 2016? Nou, we hebben toevallig de nieuwe ideeën voor volgend jaar. Niks toevallig hier bij de Omroep. Die liggen al wel weer op de plank. Terwijl dit jaar hadden we eigenlijk een beetje een schrijversblok. Dus het duurde even voordat we met een leuke tekst kwamen en een melodie. Maar we wilden weer een ouderwets carnavalsdeuntje. Dus dat is het wel geworden met het liedje Bingo. Ja. Hey Marlou, jullie schrijven daadwerkelijk mee. Jullie doen met de tekst mee, componeren met de muziek mee. Ja, dat klopt. We doen gewoon alles, hè. Ongelooflijk toch, hè. Dat we het allemaal eigen beheren, doen we alles gewoon zelf. Dus ja. En dat allemaal in Boksel. Ja, toch? Ik zou zeggen, kom allemaal naar voren, want wij gaan luisteren naar Bingo! Dag lieve mensen, ja, hoor, we gaan lekker bingo. Mevrouw de Roos. We gaan binnen enkele minuten beginnen met onze bingo in recreatiezaal 4, links naast de lift op de begane grond. Hoor dat wel. Daar gaan we weer. Iedere week haalt mevrouw de Roos de bingoballen weer uit haar bingoballendoos. De hele zaal is opgewonden als we beginnen met de eerste ronde. Ja, dames en heren, wij gaan nu spelen voor 1 rijtje horizontaal. Dat is van links naar rechts op uw kaart. Op bingo zaterdag is het altijd feest als mevrouw de Roos met de ballen is geweest en de bingo. Op en neer, daar gaat ie nog een keer. Ja la 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 la, ja la 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 la. 52. Ja la 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 la, ja la 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 la. 71. Ja la 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 la. Heel goed, de prinsen gaan maar op. Iedere week slaat meneer de kort. Zaal, helemaal aan God, wat verliezen vindt hij een zonde. Maar het is tijd voor de tweede ronde. En nu spelen we voor 2 rijtjes verticaal. 2 rijtjes. Bingo, zaterdag is het altijd feest. Als mevrouw de Roos met de ballen is geweest. En de bingo molen draait op. Zijn pil weer is, is het balletje al gevonden. Want we beginnen met de laatste ronde. De laatste ronde. We gaan nu spelen voor een volle kaart. Voor een volle kaart, mensen. La 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 la. 17. Ja la 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 la. 74. Bingo. Valse bingo. Ja la la. Liedje zingen. Mijn opa, mijn opa. Europa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. Wie nu de kaart vol heeft, wint de krultang. En die kennen we met z'n allen, daar gaat ie. Oh, bingo, zaterdag is het altijd feest. Als mevrouw de Roos met de ballen is geweest. En de bingo. Let's go.
Wie had de bingo? Wie heeft de leverworst gewonnen? Ja, we gaan hem even controleren, mevrouw, de toiletjuffrouw. Komt helemaal goed. Komt dankjewel, goed. Dankjewel, de Dorinis. Ik ga even op zoek naar CV de Natneuzen. En die staan hier. Hallo, hallo, hallo. Ruud van der Langenberg. Ja. CV de Natneuzen, opgericht in 1961. Klopt. Jullie bestaan dus al weer 47? Ik heb eruit, ja. Nee, langer. Nee. Hoe zat het nou? Ja, dat moet er niet aan mij. Ga ik gewoon iets anders doen. Afgelopen 7 februari, iets heel belangrijks. Namelijk, dat is jullie initiatief wat jullie hebben voortgezet. Het belangrijke 3K Habrakenbal. Vertel eens, hoe is dat ontstaan? Door 3K Habraken, de naam zegt het al. Dus, 3K. Was die lid of hoe ging dat? Slid en uitbater van Mark zich toen de tijd. Had ook een dochter die met een verstandelijke beperking. En ze vond dat er voor die mensen iets moest gebeuren op carnavalsgebied. Mm-hmm. Ze heeft het initiatief toen gestart. En wij als carnavalsvereniging hebben dat omarmd. En hebben dat tot nu toe voor de 47e keer zaterdag, afgelopen zaterdag, gevierd. En hoe was het? Geweldig, zoals altijd. Dus, Jullie doen dat samen met, als ik dat goed gelezen heb, met het Rode Kruis, Rode Kruis, hè? Ja. Ja. En hoeveel mensen komen daar dan naartoe, Ruud? Deze keer, het klopt, wordt elk jaar steeds drukker. 70 mensen met een beperking, zeg maar, zoiets. En smiddags zijn de verzorgers of ouders ook hartelijk welkom. En nu kom ik steeds meer met grote getalen naar die middag toe. Want we beginnen 's ochtends om 10:30 voor die mensen. En dan om 12:00 krijgen ze een diner. De twee artiesten op. De Achma van Huizenbind komt optreden. De Grote Prins, de Jeugdprins. De Walvisjes komen. Het is gewoon een fantastisch feest om mee te maken. En een geweldige opwarmen voor het carnaval. Waar deze week plaats gaat vinden. Dus. Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Nou heb ik gelezen op jullie site volgens mij, maar dat maakt ook verder niet uit. Jullie hebben vorig jaar niet meegedaan met de carnavalsoptocht. En dat was de allereerste keer, hè? Wat was dat dan? Wat was die reden? Dat klopt. De reden is, we hebben geen bouwlocatie. Nu wel? Nee, nu ook niet. Dus het is voor ons het tweede jaar een sabbatical, zal ik maar zeggen. En wij beleven dan de optocht in de Waggerbocht bij de Adelaar. En dat bevalt ons ook heel erg goed. Maar je wordt volgens mij waggelbocht 5 genoemd. Hè? Ja, zoiets. Ja. Het is ook de 5e bocht in de route als je het na gaat tellen. Dus, maar vertel eens, waarom had je eerst wel een bouwlocatie en nu niet? Wat is er aan de hand? Nou, er is niks aan de hand. Degene die het daar exploiteerde of waar wij dan thuis waren, die heeft de boel verkocht. En dan moeten wij ook verdwijnen. Dus dat is eigenlijk aan de hand. En het is ook een tekort aan animo. Binnen de vereniging, want je moet toch een goede bouwploeg op kunnen stellen wilde met zoiets fantastisch voor de dag komen. Dat is wat wij alle jaren hebben gedaan. We hebben menigmaal de eerste prijs gewonnen. Maar het biedt de andere vereniging weer een kans om ook een kantje te wagen op de eerste prijs. Ja, ook dat, Ruud, maar je moet het natuurlijk ook niet te snel opgeven, lijkt mij. Hè? Want als ik jullie ook hier zo vanavond zie in het 3K Habrakenbal onder andere. En wat ik hoor van de gezelligheid in Adelaar, dat moet toch lukken om dat jullie met z'n allen de boel weer vlot trekken? Nou ja, we kunnen het wellicht eens proberen, maar ik heb 1 jaar een sabbatical gehad en dit jaar weer. En misschien gaat het wel weer kriebelen, dat sluit ik niet uit, maar voorlopig even de rem erop. In Adelaar is jullie stamkroeg, om het zo maar te zeggen, jullie uitvalsbaas. Is dat ook al die jaren al zo geweest? Nou, we hebben altijd bij Mark zich gezeten, maar de omstandigheden... Marktzicht is wel blijven bestaan in een andere naam, weliswaar, iets andere naam. Maar omdat wij elke zondag het bingo organiseren, konden we dat in Marktzicht niet meer doen. Zijn we uitgeweken naar de Adelaar, wat toen de tijd ook nog van Gerard Sloot was. Dus. En met carnavallen zit altijd jullie uit... Clubtenue, dus is ook wel zwart. Oranje, dat is ook wel makkelijk, hè? Je weet altijd wat je aan moet doen. Ja, best wel heel makkelijk. Ja. De vrouwen vinden dat wel prettig. Ja, natuurlijk. Jij bent hier niet alleen. Jij bent met... Ik ben de medebestuurslid, Dian. Ja, nou, die is even voor mij nu... Een schoonzuster van mij. Ja, sorry? Een schoonzuster van mij. Oké. Nou, ik wens jullie een ontzettende, hele leuke carnaval en een gezellige carnaval. Feest nog even lekker mee. Ja. Want, hallo Geert, we gaan naar Geert. Ja. Hoi, 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 hoi. Jolene. Ja, ik sta hier bij CW Geen Verstand. Moet ik me nou voorstellen dat jullie zonder verstand de carnaval ingaan of wat? Helemaal niks. Of na de carnaval, dat kan ook, hè? Dan is al het verstand weg. Ja. Vrij weinig. Hey, waar staan jullie nou voor, CV Geen Verstand? Nou, het is eigenlijk... Ik ben niet bij de oprichting geweest, hoor. Maar CV Geen Verstand is eigenlijk meer gekomen van... dat we een carnavalswagen gingen bouwen en dat we iets moesten maken en dat we er geen verstand van hadden. Zo van, oh ja, ik heb er geen verstand van. Ik heb geen verstand van hoe ik dat met hout erop moet maken of hoe ik dat moet tempexen of hoe ik dat...
daar is eigenlijk meer CVG in verstand van gekomen, als ik zo mag spreken. Ja. hoe kom je eigenlijk terecht bij CVG in verstand? Ja, ik moet zeggen, vanaf het eerste jaar hebben een aantal jongens hebben de groep opgericht. Een van de jongens is mijn vrienden en toen ben ik erbij gekomen als meerijder. Daarna ben ik eigenlijk lid geworden vanaf het tweede jaar en altijd bijgebleven. Volgend jaar bestaan wij 11 jaar, dus als het goed is wordt het dan een groot feest. En, kun je een klein tipje van de sluier doen van wat jullie tijdens de optocht... Ja, dat kunnen we zeker, dat kunnen we zeker. We gaan dit jaar richten op een politiek heel gevoelig puntje. We gaan het zorgprobleem pakken in Nederland. We pakken een wagen, hebben we gemaakt met, we kunnen eigenlijk wel zeggen wat we gemaakt hebben. We hebben een hele mooie wasstraat gemaakt met eigenlijk het doel om de bejaarden moeten de wasstraat in. De bezuinigingen in de zorg leveren gewoon heel weinig op voor de zorg. En waardoor alle bejaarden maar gewoon één keer in de week door de wasstraat heen moeten, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben een hele mooie praalwagen gemaakt en dan gaan we eigenlijk mee de Boksche straten door. Ik vroeg het net al aan iemand anders. Wat denken jullie nou dat mensen, voor welk onderwerp gaan mensen denk je het meeste kiezen? Ja, dat is altijd maar de vraag. Je weet het zelf nooit. Wij als groep pakken altijd wel een thema wat echt Nederland breed is. Niet een boksersthema. Dus niet puur in de regio, op de regio. Wij rijden meerdere optochten, wij rijden er 5 in totaal. En voor ons is het belangrijk om gewoon echt een Nederlands thema te pakken en niet speciaal op boksel te richten. Maar hoezo 5 optochten? Welke optochten doen jullie dan? Wij rijden op zaterdag in Haren mee, zondag in Bokstel, maandags in Spoordonk en dinsdags de lichtjesoptocht in Biezenmortel. Dan hebben wij nog met half vaste, dan hebben wij nog, dat is halverwege maart, dan hebben wij nog een optocht in Bladel. Dat is echt de moeite waard, dat is kwaliteitje Den Bosch. Voor degenen die het willen kijken, is echt super. Je ziet de lichten, alles hoog. Ja, alles is hoog, mooi, super. Er kan gewoon niks meer mis aan je avond als je van de optocht houdt. Maar dus jullie zijn zelf weinig in Boksel dit jaar? Nee, wij zijn er zelf heel veel. In Boksel, alle dagen in Boksel. Oh wel, maar dan kom je gewoon terug. Nee, we zijn echt de Bokselaars, we zijn echt altijd in Boksel. Maar we zijn wel overdag, zijn wij met andere optochten, zijn we wel in andere optochten. Maar Boksel is wel ons hart, we zijn wel echt alle dagen in Boksel. Vrijdag tot en met woensdag zijn wij in Boksel te vinden. Ja. Hey, hoe lang is jullie voorbereiding nu al richting de carnaval? Heb je bijvoorbeeld ook al 11-11 gevierd? Ja, we hebben zeker, zijn we vroeg begonnen in ieder geval. Voor 11-11 al redelijk. In september zeker, augustus, september beginnen wij al echt met het schetsen van de wagen. Je gaat alles op papier zetten, wat wil je gaan bedenken van welk thema ga je pakken. Wat is leuk, zeker voor ons, wat is langdurig leuk en pakkend. Dit keer hebben we de zorg gepakt en de zorg is sowieso Nederland breed. Dat kan niet mis. Zeker met die ouderen. Ja. In deze situatie, we pakken het zorg breed en Nederland breed. En het gaat gewoon echt super goed komen deze carnaval. Wij gaan in ieder geval met de vereniging voor de eerste plek. Het is gewoon nu of nooit. Twee jaar op rij zijn we gewoon tweede scoren tijdens de optocht. Nu moet het de eerste worden. Ze zeggen 3 keer scheepsrecht. Dat is helemaal waar. Hey. Heel veel succes. Jolene, waar ben je? Ja, hier ben ik. Ja. Want dames, iets klopt hier niet, hè? Jullie horen toch op het toilet te staan? Ja, maar wij vonden het zo gezellig hier. Dat we toch even ook een beetje rondgekeken hebben. Nou, dat is het zeker. Dat is wel terug, hoor. Maar in deze huidige tijd met de crisis en zo, jullie... Ik hoorde net al dat je een beetje bezorgd was over de banen. Dat moet wel gewerkt worden, hè? Ja, oké. Okay. Dan gaan we zo weer terug. Wat hebben jullie allemaal voor... Heb je hier ook al een lekker luchtje staan? Ja, we willen eigenlijk... Ja, we mogen geen reclame maken. Nee. Maar we hebben wel iets leuks uitgevonden. Wat is dat dan? Ja, mensen zijn toch een beetje gegeneerd als ze naar de wc gaan. Voor alle luchtjes. Eerlijk maar wel, ja. Dan leggen wij uit dat wij daar niet zo'n last van hebben. Want wij spuiten gewoon een lekker luchtje op een snor. Ik zal het even voordoen. Je spuit een luchtje op de snor? Ja. De snor zo. En dan plakken wij die snor op. En dan hebben wij nergens last van. Want dan zit dat geurtje onder zijn neus. Dan kun je gerust je gang gaan. Godverdagging. Nee, maar daar heeft niemand last van dan. En dan kun je gewoon lekker overal waar het nodig is. Jullie hebben wel misschien een gat in de markt, of niet? Ja, en heel veel ervaring, dus het werkt. Dames, dank jullie wel. Ik zou zeggen, dit is misschien trouwens wel iets voor Alberto, voor als hij kijkt of terugkijkt. Hij heeft ook een snor, hè, Alberto. We hebben gehoord dat hij in aantocht is. Oh,
Ja, ga snel naar het toilet. Want iedereen moet. Ik ga even seinen en zwaaien. Het is hier heel druk en gezellig. Maar ik zoek mijn collega Brigitte. Jolene, hoe ging het met onze toiletdames? Ja, superleuk. Ze hebben een gat in de markt. Je kunt de snor kun je... Ik wil er alles van horen straks. Goed, straks. En ik wil eigenlijk heel graag iets vertellen over Beepool. Beepool, daar draait een DJ, de freestyler, alle avonden. En die draait heerlijke muziek. Af en toe ook een keer een carnavalsplaatje. Maar mannen, jullie zijn al wat op leeftijd, hè? Wel, als ik... Ludie, ik ben het helemaal met je eens. Maar we hebben nu ook jongere carnavallen. Bijvoorbeeld Beepool, 12 tot 16 jaar. Hoe ging dat bij jullie vroeger? Open Hof, Breukelsplein. Als het gras twee kontjes hoog is. Ja. Oh. En als het gras geen twee kontjes hoog was? Ja, daar dachten wij toen nog niet over na. Hè? Toen we zo jong waren. Je krijgt glimoogjes. Maar ken je Open Hof ook? Nee. Tent op het Breukelsplein. En dat was je? Ja. De slurptent. Nee, dat was daarna, de blurptent. Daar gingen mijn kinderen. Nee, mijn kinderen ook niet. Dat was voor mijn kinderen. Nee. Hoe ging het bij jou? Heb jij ook carnaval gevierd in jouw jongere tijd? Minimaal. Nee, wij gingen veel op vakantie vroeger. Mijn ouders waren niet zo van het carnaval. Terwijl ze nou het wel leuk vinden om toch in een bos te kijken en zo. Maar eigenlijk heb ik vroeger niet zo heel veel carnaval gevierd. Maar recht pas later, toen ik zelf op stap ging, toen begon het leuker te worden, leuker te vinden. En uiteindelijk vol in de vlerk en vol in carnaval. Dus, Maar Ludie, je zegt ik was nog niet uitgepraat, maar jeugdcarnaval is wel een goede zaak natuurlijk in Boksel. Hè? Want ze vallen een beetje tussen wal en schip. Dat is een hele goede zaak. Maar ik denk dat jeugdcarnaval, maar vooral de kinderen tussen 12 en 18 tussen wal en schip vallen. En hoe jij vroeg dat mij begonnen was, maar eigenlijk mijn ouders waren al in carnaval. Mijn oma was in carnaval. En wij gingen vroeger naar het Schipke. Ik weet niet of je dat kent. Een café waar nu het waterschapsgebouw staat. Dat was een zaaltje. En daar gingen wij hossen. Hossen, ja. Nou, hartstikke leuk dat jullie gingen hossen. Misschien zien we elkaar nog hossend door de Indegatse trektocht. Wie weet, wie weet. Ik ben op zoek naar Jolene, want Jolene die gaat met onze nieuwste en jongste aanwinst praten. Ja, dankjewel Brigitte, dat ga ik zeker doen. Ik sta hier naast DJ Kai van Putten. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè. Pas 16, als ik dat zo mag zeggen. En jij hebt een heel mooi groot evenement georganiseerd in de rots. Vertel eens. Nou, het heet Party Rock. En het is eigenlijk een beetje ontstaan door vorig jaar het intreden van de alcoholwet. De intreden van de alcoholwet. En toen vielen heel veel jongeren buiten de boot. Omdat de kroegeigenaren die hadden eigenlijk zeg maar zoiets van... ja, we gaan die jongeren weigeren omdat ze misschien ons schenkverbod in de, of schenkbeleid in de war gooien. En daardoor vielen er dus heel veel kinderen tussen wal en schip. En ik heb met de rots heb ik daar afgesproken om die jongeren op te gaan vangen. En dat wilde ik doen met een evenement genaamd Party Rock. En wat ga je allemaal doen? Nou, ik ben van plan dus om voor 13 tot en met 17 jaar inderdaad een tweedaagse evenement te houden. En dat gaan we doen met een hele grote lichtshow en heel veel leuke effecten. En dan met mij als DJ. En dan hopen we dat de kinderen toch nog een fijne carnaval kunnen beleven. En je zegt mij als DJ, jij hebt ervaring dus Kai. Ja. Hoe lang draai je al dan? Ik zit zo'n 2,5 jaar zit ik nu in het DJ-circuit. Ja. En hoe leuk is het? Ja, zeker leuk. Ja, het is gewoon zeg maar een hobby voor mij om te doen. En het is, ik zie het nooit als werk, ik zie het altijd als leuke ervaring. Dus dat... Nou, was dat toch gisteren of eergisteren dat DJ Chesto, die heeft een enorme prijs gewonnen. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad, ja. Wat heb jij dan als jij dat hoort? Is dat ook een beetje wat jij wil? Ja, ik wil inderdaad ook net zo groot worden, want hij is inderdaad in het techno en in het house is hij een hele grote bekende DJ. En bij mij ligt het house ligt bij mij heel erg. Dus ik zou zelf ook willen produceren en inderdaad net zo groot willen worden. Wat moet je daar voor doen of hebben? Ik neem aan dat het begint met een heleboel apparatuur, klopt dat? Ja, dat klopt natuurlijk inderdaad. Maar je moet ook wel een beetje aanleggen, hoor. Want inderdaad, het komt niet zomaar.
En het is niet dat je de meest duurste apparatuur bezit om talent te hebben of zo. Nee, en Chester die doet dat uitmuntend en ik hoop dat ik dat van mezelf ook nog eens een keer zal laten zien. Ja, en jij, DJ Kai, hoe ga jij dat in de rotsen aanpakken met al je apparatuur? Nou, ik heb heel veel mooie lichten en ik zet heel de zaal daar vol met rook en ik zorg ervoor dat ze helemaal in shock zijn, zeg maar, dat ze zo'n mooie lichtshow zien. En natuurlijk draai ik niet alleen carnavalsmuziek, want partyrock is weliswaar is het tijdens carnaval. Maar ik wil het voor de jeugd interessant genoeg laten houden. En wat doe je dan? Dan draai ik meestal iets wat de jeugd zelf ook wil. En dat is? Iets met een beat erin. Iets van house of iets van dance of zo. En stel jij dan die lijst helemaal zelf samen? Of hoe gaat dat dan? Ja. Die download je of wat? Ja, precies. Ik download ze inderdaad. En ik kijk gewoon wat er binnen staat. En ik draai een aantal plaatjes aan het begin van de avond. En dan kijk ik wat de jeugd opvangt. En wat de jeugd leuk vindt, daar ga ik op verder. Nou zeg jij de jeugd, je bent zelf 16. Ja, ik vind dat echt heel stoer. Jij organiseert het. Houdt dat ook in dat jij let op toegang en veiligheid? Of hoe gaat dat? Ja, inderdaad. Er wordt geen alcohol geschonken. Dus dat is inderdaad al een sterk beleid. En ten tweede is er beveiliging. Dus die zorgen altijd wel dat het niet uit de hand kan lopen. Dus met de beveiliging zitten wij helemaal goed. En net als vanavond, hè, we hebben natuurlijk de Dorini's en we hebben Roy Rico gehad. Is dat ook iets wat bij jou nog voorbij gaat komen? Nou, ik moet eerst maar eens zien te kijken of het lukt. En dan, of het lukt. Wat dus, lukt? Of het partyrock geslaagd gaat worden. En als dat inderdaad gaat lukken, dan zullen er meerdere edities volgen. En misschien nog zelfs buiten carnaval ook nog. En dan zullen er zeker artiesten komen optreden en komen zingen of komen DJ'en. En welke jeugd wil jij binnen hebben? Hoe zijn die? Nou, ik heb vooral leuke, gezellige jeugd vorig jaar gehad. En dat zou ik zeker leuk vinden als ze die dit jaar weer opnieuw terug zouden komen. En natuurlijk mogen ze al hun vrienden en vriendinnen meenemen, want hoe meer ziel, hoe meer vreugd, zeg ik altijd. Dus, ja. Nou, DJ Kai, ik wens jou heel veel succes. Ja, voor u thuis. Wij lopen bijna tegen het einde van de uitzending. Het is hier hartstikke gezellig. Ik hoor helemaal niks meer. Horen jullie nog wel iets, Brigit? Nee, ik hoor helemaal niks. Voor jou af en toe. Oké. Okay. Maar het gaat helemaal goed komen. Maar wij lopen tegen het einde van de uitzending. We hebben nog wel iets te goed. Dus ik begin maar in ieder geval om al mijn gasten hier, iedereen die er was, ontzettend te bedanken dat ze er waren. Nou, ze vinden het leuk, ze drinken gewoon door. En we hebben nog meer in petto. Oh ja, ik wil een speciaal bedankje aan Elle van Zon en Sanne van Roosmalen, Ingrid van Veen en Anouk van Antwerpen. Want die hebben heel hard geholpen backstage en daar zijn wij heel erg blij mee. Brigit. Ja, en we hebben al zoveel carnavalshits gezien hier uit Bokstel. Bokstel is echt al helemaal het carnaval van het zuiden aan het worden. Het Volendam van het zuiden zou ik bijna zeggen. En Geert, heb jij Alberto al gespot? Nou, ik heb gehoord, hij hangt hier ergens rond in de wandelgangen. Dus hij kan ieder moment komen. Heb jij het ook zo warm of niet? Ja, bloedheet. Bloedheet. Maar ten eerste wil ik natuurlijk alle kijkers thuis bedanken. Dank voor het kijken. Over 2 weken Dommeland Live weer met Brigit natuurlijk. En mag ik je voorstellen, hier is Alberto met Onno. Mag ik je toy boy zijn? Onno, mag ik je toyboy zijn? Onno, dat vind ik toch zo fijn. Onno, mijn lieve Onno, ik wil voor altijd bij je zijn. Onno, we staan voor gek op jou. Onno, ik wil met jou op sjouw. Onno, mijn lieve Onno, jij bent de man waar ik zoveel van hou. Ik ben spoorverliefd op een hele nette man. Hij is een stukje ouder, maar ik denk wel dat het kan. Ik heb al mijn moed verzameld en ik dacht, je weet maar nooit. En heb op goed geluk een tweet eruit gegooid. Maar nog geen uurtje later reageerde hij spontaan en vroeg me om een keer op stap te gaan. En nu zingt elke nicht van Heerenveen tot aan Maastricht. Oh no, mag ik je toyboy zijn? Oh no, zo fijn,
Ik krijg vlinders in mijn buik van al jouw machtsvertoon. Leg me aan je ketting, ik doe alles wat je wil. En maak je maar niet druk op ons leeftijdsverschil. Kom nou hier en help me, ik zit al jaren in de shit. Oh, dit is geen bananensplit. En nu zingt elke nicht van Heerenveen tot aan Maastricht. Oh, mag ik je toyboy zijn? Oh no, dat vind ik toch zo fijn. Oh no, mijn lieve oh no, ik wil wel altijd bij je zijn. Nog een keer! Oh no, ik sta wel gek op jou. Oh no, ik wil met jou op sjouw. Oh no, mijn lieve oh no, jij bent de man waar ik zoveel van hou. Jonge jongens. En nu zingt elke nicht van Heerenveen tot aan Maastricht. Oh no, mag ik je toyboy zijn? Oh no, dat vind ik toch zo fijn.